Welkom bij deze wereldwaken. En we ontsteken de kaars als teken van Gods aanwezigheid. Deze wereldwaken houden we niet zoals altijd achter in de kerk, waar de wereld en de kerk bij elkaar komen, maar online. Wel doen we, zoals altijd, onze aandacht richten op mensen, op plekken waar het niet goed gaat, waar geleden wordt. En daar bidden we dan voor. Psalm 27, hertaling Huub Oosterhuis. Jij, mijn licht en bevrijding, wat zou ik nog bang zijn? Voor wie? Jij, mijn vaste burcht, wie zou ik duchten? Mijn bedreigers zijn op weg gegaan, ze lusten me rouw. Ik sta, mijn hart kan het aan. Dit ene heb ik jou gevraagd, dat ik mag zijn van jou. Als jij mijn plaats bent, woon ik veilig. Bij jou in huis ben ik goed af. Hoor je mijn stem wel? Ja, jij, je hoort me wel. Ik hoor jou ook. In mijn hart hoor ik jouw antwoord. Zoek mijn aangezicht, zeg je. Verberg je dan nooit meer voor mij. Wat mijn vader deed, weggaan. Wat mijn moeder deed, weggaan van mij. Doe dat nooit iemand aan, jij. O, als ik toch niet overtuigd was dat ik jouw licht en bevrijding zal zien, nog in mijn levensdagen, hoe moest ik verder gaan? Ik wacht af. Mijn hart kan jou aan. Thank you.
Vandaag bidden we in de wereldwaken voor Jemen, waar al 5 jaar hongersnood, burgeroorlog heerst en waar de mensen niet meer weten hoe ze zich staande kunnen houden. En dat is natuurlijk vooral de burgerbevolking, vrouwen en kinderen die daaronder te lijden hebben. En daarom steken we een kaarsje aan voor Jemen, voor de mensen in Jemen. En we bidden om Gods aanwezigheid daar. En als je wilt, steek dan ook een kaarsje thuis aan. Voor wie of de plek waar je bezorgd voor bent. Laten we bidden. Levende, wees aanwezig bij mensen op de vlucht en mensen die in de ellende zitten. Levende, wees aanwezig bij alle mensen die corona hebben, hun familie en de mensen die hulp verlenen. Levende, wees aanwezig bij ons in het zoeken en tasten naar ons geloof. Amen. Een prettige dag verder. En hou goede moed.